Zoals beloofd zou ik nog even terugkomen met het werkje voor vandaag, een kijkdoos maken. Nou, dat is ontzettend leuk iets om te doen, heb je denk ik ook al eens gedaan. En nou had ik toevallig thuis nog een hele leuke handige schoenendoos, die toevallig al een rondje bovenin had getekend, kon ik uitknippen. En wat had ik daar nou opgeplakt? Doorzichtig. Hoe noem je dat? Een beetje transparant papier, waardoor het toch een soort inval bovenop de doos krijgt. En in de doos heb ik even als een voorbeeld even snel even dit gemaakt. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je iets met het verhaal doet. Woestijn, zee, mensen, vertrouwen. En wat je verder nodig hebt is een schaar. Stiften, ook altijd handig. Dat gekleurd papier heb je vast wel ergens in huis. Lijm kan je ook altijd heel goed gebruiken. Soms heb je misschien ook wel van, misschien heb je ook wel van, van dit soort dingetjes. Van die diertjes die je op kunt plakken. En wat ik verder nog kan aanraden zijn dit soort dingen. Daar kan je hele leuke dingen mee doen. Je kunt ook nog stokjes zoeken thuis. Dan kan je die roosjes, die bloemetjes, kun je op een stokje plakken. Dat kun je dan ook weer in je doos neerzetten. En nou, volgens mij heb je daar echt wel een poosje heel veel plezier van om lekker bezig te zijn. Heel veel plezier ermee. Succes. En ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Stuur ons gerust foto's.